Belong is de nieuwe dansvoorstelling van Theater Stap. Een voorstelling waarin een groep dansers centraal staat. Een groep anders dan de andere en net daarom ook misschien heel gewoon. To Belong is de titel. Het gaat dan ook een beetje over samenhorigheid. Wat is erbij horen? Het gegeven van de groep, daar gaat het over. En op zich, wat dat zij doen is misschien vrij abstract. Maar je kunt er ook dingen in zien als imitatiegedrag of zo. Iets wat wij in het dagelijks leven ook allemaal doen. Om erbij te horen, doen wij elkaar na. Zitten wij in de code van, we zijn een publiek in het theater, we gedragen ons zo. Zijn wij op een feestje, we gedragen ons zo. To belong is eigenlijk een Engelse woord. Dat is samen, opwarmen. En samen dansen. En nu daar juist heb ik een soort solo met mijn voeten. Na succesvolle samenwerkingen met choreografen als Sidi Larbisher Kawi, Nienke Rehorst en Joke Laurijns gaan de stappers opnieuw een fysieke uitdaging aan. Ik vond het een heel fijne ervaring om met de mensen van Stap te werken. Het is een hele specifieke groep, maar zij geven echt zoveel terug. Het zijn hele eerlijke mensen. Op dat vlak misschien makkelijker met hen te werken dan met professionele dansers. Als bepaalde dingen hen niet liggen of zo, zij laten dat direct weten. Ze kijken ook heel veel naar elkaar. Ze maken ook contact met het publiek, maar het is ook van het mogen kijken naar hen of zij die kijken naar het publiek. Er ontstaat ook heel veel tijdens de repetities en ja, dat vind ik net het mooie ook. We hebben heel lang gerepeteerd, dat is waar. En dat vond ik mij gelukkig. Ik vind net dat wij allemaal mensen zijn met beperkingen. En je kunt heel erg jezelf herkennen in zij die op de scène staan. Theater Stap maakte met To Belong een mooie en met momenten fysieke en ontroerende voorstelling.